De Friese motorclub FMC is in 1914 opgericht en is daarmee de oudste motorclub van Nederland. Het uitschrijven van ritten was een van de activiteiten van de FMC, zoals de Elfstedentocht die in 1915 voor het eerst plaatsvond. Dat was een ware krachttoer. De motoren en het wegennet waren toen aanzienlijk minder betrouwbaar dan vandaag de dag. En daarom werden de deelnemers dan ook als echte helden beschouwd als zij de ruim 225 kilometer lange tocht hadden volbracht. In de crisis- en oorlogsjaren was benzine schaars. Er waren niet veel georganiseerde ritten. Na de Tweede Wereldoorlog vonden er weer toerritten plaats, zoals deze betrouwbaarheids- en oriënteringsrit naar Oosterwolde in 1946. Begin jaren 50 werd een clubcompetitie opgezet en kreeg de FMC internationaal aanzien toen ook buitenlanders werden toegelaten tot de Elfstedentocht. Ook de jaarlijkse feestavond werd meer en meer een avond om naar uit te kijken. De club had rond 1955 ongeveer 600 leden. Aansluitend bij de trend in die jaren, dat auto's het straatbeeld bepaalden, werden de ritten die de FMC en andere motorclubs uitschreven, ritten voor auto's. Het bestuur van de club besloot dat de FMC een autobezittersclub werd, die om nostalgische redenen haar titel van motorclub bleef voeren. De toertochten en sportevenementen voor motorrijders raakten in een dip. Maar de Elfstedentocht bleef wel in trek en werd door de schaats-Elfstedentocht in 1985 steeds populairder. De jaren daarna kon de gekte niet op en moest een maximum aantal van 4000 deelnemende motoren worden ingesteld voor deze tocht der tochten. Door die bijzondere 100-jarige geschiedenis van de FMC mocht het trotse bestuur van de club dit jaar de koninklijke erepenning ontvangen ter gelegenheid van het eeuwfeest.